Nou, ik gebruik het eigenlijk nooit. Want ik heb gewoon mijn boekje, mijn telefoonagenda. Ja, en daar zijn alle adressen van familie en alles in. En kennissen. Ja. En daarbij, je kent haast net meer lezen, want het zijn hele litse letters. Ja, dat is een ramp eigenlijk van wie. Ik ben net woens wend dat ik onbeperkt telefoonboeken heb om trots te scoren. En nou liek het gebeurd te wijzen, ja. Ja, want Satisjen, de dost het nog regelmatig. Oh ja, zeker. Zeg je er vroeger echt, gingen we de wedstrijd in op de sterkste man. Dan wie het echt wie de meeste koe in de minuut. En nou, dat is letterlijk net meer in een wedstrijdvorm. Maar ik doe het nog heel vaak even als demonstratie en op school. Ja, dus ik doe het eigenlijk dan wekelijks. Hier lezen ze. Ja, dit in mijn voorraad nog. Ja. Hoeveel bent er nog? Ben de laatste. Geen 100. Geen 100 meer. Voor diegenen die dat echt nooit nodig binnen en broeken, is het jammer. Maar ik heb er niks mee. Nee, maar je had een rol op weer. Ja, die lezen daar, want ik ga nooit op voort. Van een beetje ging ik naar Bout Zylstra daar. En die had al veel les van telefoonboeken, want ze binnen de zometeen ermee en hij verscoort ze altijd. Nou, neem ze maar mee. Ben niks kwijt. Nou, hoef ze net niet door papieren gooien. Het is toch het hier. Ja, van Rempel, dat is alweer. Nou, dat is... Dank u wel, Frali, hè, voor deze prachtige... Hier heb ik wat om. Ja, dan kijk ik weer even verder. Nou, dan zet ik hier de kracht op. Hupsakee. Je kent nog steeds voor, hè? Ja.